Welkom terug vanuit onze tv-studio hier in het Radboud UMC. Uh, met de tweede online talkshow. En dat is een plek waar eigenlijk we gedacht hadden, verwacht hadden, om een leuk item te kunnen gaan doen met kinderen. He, ik heb kinderen opgeroepen om uh, vragen te stellen over het helidek en over de traumahelikopter. En het was de bedoeling dat ik met de vijf uh, meest originele leuke vragenstellers. Het hele dek op zou gaan om die traumahelikopter te bekijken. Helaas, vanwege de aangescherpte maatregelen, kan dat dus niet. Maar we gaan van de nood een deugd maken. We gaan gewoon uh, uh, een extra talkshow inlassen. Dat hebben we gedaan. We hebben twee uh, sympathieke gasten hebben uit kunnen nodigen. Sympathiek en kundige gasten uit kunnen nodigen. En we gaan het uh, in het komende half uur hebben over hoe pakken we de coronacrisis in het ziekenhuis aan. Dat uh, betekent dat je ook gewoon zelf vragen kunt stellen, dat kan in de chat. He, dan even je naam erbij zetten en wat de vraag is. Dan krijg ik ze hier via de iPad en dan kunnen we ze meteen meenemen. Um, nou ja, Hanne heeft dat bij de eerste sessie al gedaan. Die had 48 vragen en één mop. <laughs> dus de mop, die moet ik nog even boven tafel zien te krijgen, had iets met Trump en het coronavirus te maken. Daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Maar goed, Hanne, ik, ik heb begrepen dat je weer kijkt. Dus mocht die mop alsnog in je geheugen zitten, dat zal best wel, geef hem dan door en dan uh, nemen we hem meteen mee in het komende half uur. In het half uur dus van hoe pakken we het coronacrisis aan in het ziekenhuis. Wat gebeurt er in het ziekenhuis om de coronapatiënten te kunnen ontvangen? Is het een kwestie van kamers schoonmaken, bedden opschudden? En dokters en verpleegkundigen inroosteren of schuilen er veel meer achter? En wat moet er wijken voor de coronazorg? Nou, dit en heel veel meer. Uh, 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 ik ga in gesprek met uh, twee gasten. Mijn eerste gast is Thijs Jansen, KNO-arts, maar ook nauw betrokken bij de opschaling en afschaling in, uh, en het beddenprobleem. Zeker het goed? Helemaal goed. Helemaal ja, goed. En juist. naast jou, uh, Nanne Vermeulen, zorgmanager Radboud UMC Amalia Kinderziekenhuis. Welkom ook. En wat leuk dat jullie elkaar gebeld hebben wat betreft de kledingkeuze. Hè? Ja. Mooi toch? Ja, zeker. Heel erg uh, goed. Uh, eerste vraag meteen aan jou Thijs. Is het veilig om nu naar het ziekenhuis te gaan? Ik vroeg het me ook af en toen ik vanochtend hier naartoe reed. Ik denk, ja zoek ik het nu niet op? <laughs> Zit toch een beetje in de risicogroep? Is het wel of niet veilig in een ziekenhuis nu? Ja, nou, een hele goede vraag. Uh, blij dat ik jij er bent uh, vandaag. Nee, het is zeker veilig om, uh, uh, om naar het ziekenhuis te komen. Ook in het ziekenhuis uh, houden we ons natuurlijk aan alle maatregelen die uh, voor het land gelden. Dat is hier natuurlijk net zo sterk uh, aanwezig. Er zijn allemaal looprichtingen, dat soort zaken bepaald. Alle patiënten worden van tevoren uh, gevraagd of ze klachten hebben, dat soort zaken. Uh, dus daar wordt absoluut heel streng rekening mee gehouden. Uh, we zien zelfs, uh, dat weten we ook van de vorige uh, coronagolf die we hebben gehad, ja? dat er niet een groter uh, risico bestaat op besmetting in het ziekenhuis, ook niet als patiënten opgenomen zijn, um, dan bijvoorbeeld in de rest van het land. Dus de maatregelen die genomen worden, ook in kleding, dracht, bescherming, mondkapjes, al dat soort uh, toestanden, die worden allemaal goed nageleefd en die hebben ook een goed effect uh, op het ziekenhuis. Ja. Uh, dat is op wel patienten. belangrijk belangrijk om te weten, denk ik. Want ik denk ja. dat er heel veel mensen zijn die zeggen, weet je wat, ik had een afspraak, moest eigenlijk voor controle, maar ja, ik weet dat daar in het ziekenhuis, daar liggen nou eenmaal hè, de coronapatiënten. Dus daar waard, het virus. Ja. Ik moet daar vooral niet naartoe gaan. Ja. Jij zegt van, dat is een misverstand. Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk gevaarlijk uh, als mensen die naar het ziekenhuis moeten, mm -hmm. hè, omdat ze klachten hebben die toch rode vlaggen zijn en mogelijk kunnen uiting kunnen zijn, van, toch ziek zijn. Ja. Als die mensen nu denken omdat ze bang zijn of het verkeerde idee hebben. en dus een hogere besmetting ziek, risico hier in het ziekenhuis, dat ze niet naar het ziekenhuis zouden komen. Dat, ja. zou, dat is echt heel vervelend. Maar dat risico is er en we roepen de mensen toch op om dat niet te doen: voorzichtig met jezelf te zijn ja. en gewoon naar het ziekenhuis te komen als dat nodig is. Een andere reden zou kunnen zijn dat mensen zeggen uit een soort van bescheidenheid, van nou mijn klachten zijn niet zo erg. Laat ze nu zich eerst maar concentreren op al die mensen die corona hebben. En uh, om die reden ja. dus uh, niet komen. Want ja. dat is het ook. Maar ook dat is de werkdruk zo hoog dat die mensen ook misschien beter thuis kunnen blijven. Nou, de werkdruk is zo hoog omdat uh, we ook de gewone mensen zoveel mogelijk uh, willen blijven zien. Dus niet alleen maar op coronazorg uh, concentreren. Dat vergt natuurlijk ook heel veel, van een groot deel van onze tijd. Maar zeker ook uh, de mensen die, die geen corona hebben, maar toch ziek zijn, ja, die willen we ook echt zo goed mogelijk blijven helpen. En dat lukt ook heel goed. Maar dat vergt wel inspanning. Ja, en maatwerk eigenlijk. Ja. Ik kom bij jou, Nanda. Uh, want hoe, hoe gaat het nou? Ik, ik zei het al het Amalia uh, nee, het moet ik het goed zeggen? Uh, ja, het Amalia kinderziekenhuis. Ben je voor verantwoordelijke, uh, voor. En uh, dat betekent dus waarschijnlijk dat het voor jou niet zo heel erg veel veranderd is. Want kinderen die, die hebben het bijna niet. Ja, dat, uh, dat zou je denken. Maar ook wij als uh, uh, kinderziekenhuis moeten uh, verpleegkundigen leveren... ...aan de afdelingen uh, waar de patiënten terechtkomen, de covid-patiënten. Okay. Het is niet zo dat uh, uh, een aantal... We moeten dat met het hele ziekenhuis namelijk doen. Ja. En daar zijn uh, uh, mooie berekeningen voor gemaakt... ...hoeveel afdelingen moeten leveren aan de covid-zorg... En die opdracht heb je ook gekregen om ze te leveren. En ook al raakt corona de kinderen niet of nauwelijks... Er worden wel kinderen besmet, hè, maar die worden er niet zo ziek van. Maar je staat mensen af. Ja. dat lever... op een andere plek ze ja. harder nodig zijn. Ja. ja. Nou ja, harder nodig zijn. Ze zijn bij mij ook nodig. Maar ja. mensen worden extra ingezet. Mensen worden nu ook teruggehaald van vakanties. Mensen worden uh, dienstopdrachten gegeven om te gaan werken bij de coronazorg, omdat dat toch heel veel zorg vraagt... meer dan dat we normaal leveren per patiënt. Ja, en is dat inwisselbaar? Want ik kan me voorstellen dat mensen op jouw afdeling... in jouw ziekenhuis denken van... nou ja, wij worden daar wel naartoe gedirigeerd... en dat doen we met liefde. Maar dat vereist misschien een hele andere expertise. Worden die daar nog in begeleid of opgeleid? Ja, daar, heeft, daar hebben we veel van geleerd uit de eerste golf. En daar hebben we een heel programma op gezet... Om ons te wapenen voor de tweede golf, hè, want daar was na de eerste golf al sprake van. Daar is een heel scholingsprogramma opgezet uh, door een projectgroep vanuit de Radboud Health Academy. Die hebben elf taakkaarten gemaakt voor verpleegkundigen. En een taakkaart betekent uh, dat het een bepaalde expertise is die de verpleegkundige dan kan doen. Ja. Daar zijn verpleegkundigen voor geselecteerd per afdeling. Ja. Die hebben een taakkaart gekregen en die hebben daar een e-learning voor gevolgd. Ik kun je een voorbeeld noemen van zo'n taakkaart? Uh, nou ja, corona is natuurlijk een specifieke aandoening en een kinderverpleegkundige weet niet wat dat is. Dus die krijgt een taakkaart verpleegkundige A. Daar, dan krijgt ze helemaal uitgelegd wat is corona, wat betekent dat, wat, waar moet je op letten, hè? Wat, wat zijn de uh, risico's die een patiënt loopt, welke controles moet je uitvoeren, welke handelingen moet je dan doen. Uh, nou ja, dat krijgen ze allemaal mee in die e-learning, die doorlopen ze. En mochten daar bijvoorbeeld nog skills bij nodig zijn, dus uh, hebben deze patiënten vaak een infuus nodig? Ja. Dan wordt gevraagd: kun jij infuus spreken of moet je dat nog aangeleerd worden? Nou, dat is allemaal geregeld al aan de voorkant. En, uh, dat is een soort de... interne corona-opleiding? Ja. Zo en, en die duurt? Hoe, hoe, hoeveel tijd gaat daar mee, dat, is is dat uh, Ja, dat is hoe snel je een e-learning doorloopt. Hè. Dat, dat, dat kan een uur zijn tot, tot een paar uur die je daarin steekt. En moet je nog skills daarbij doen, dan moet je ook nog even naar de ruimtes waar ze jou uh, kunnen leren die oefeningen, die handelingen te doen. En, uh, en dan uh, kun je aangeven of je jezelf, dan ben je bevoegd, en dan kun je ook aangeven of je jezelf bekwaam voelt om die zorg te verlenen als je ervoor staat. Ja. En eh, als je dat verzoek krijgt, dan is het ook de bedoeling dat je het eh, dat dat ook echt doet. Je kan niet zeggen: ja. Nou, ik vind dat net even te heftig. Of, of, nou ja, dat leidt de... wel tot enige discussie in huis. Hè? Want verpleegkundigen hebben nou eenmaal gekozen om cardiologieverpleegkundige te worden, of eh, kinderverpleegkundige of oncologie En corona ja. is echt een ander iets. Uh, daar moet je ze soms wel bij helpen om over die drempel heen te gaan van. Joh, uh, dit is een collectief probleem. Dit moeten wij met z'n allen aanpakken. En we kunnen niet zeggen: ja, ik ben niet zo opgeleid, dus ik ga het niet doen. Nee. 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 Nou, is het zo uh, dat we, uh, iedere dag krijgen we de, de cijfers, worden, worden onze oren geslagen, eigenlijk als het ware. Ik weet niet wat het vandaag was, maar gisteren was het volgens mij 8000 besmettingen. Nou, besmettingen, hier in het ziekenhuis heb ik begrepen, heb je met een aantal categorieën te maken, heb je verdacht, heb je uh, bewezen en heb je IC. Hoe staat het ervoor nu vandaag op 17 oktober? Ik weet niet wie daar iets over kan zeggen. Kunnen, ja. jullie, kunnen jullie het nog aan om de crisis en de enorme hoeveelheid besmettingen? Ja, ja, we kunnen het nu aan. Daar wordt goed gekeken naar wat de capaciteit is en wat er dan verder nog bij kan. Ja. Om de vraag specifiek te beantwoorden. Er zijn op dit moment 9 patiënten op de intensive care, van in totaal 29 besmettingen. Dus daarvan zijn er dus van die 29-20 die niet op de intensive care liggen, maar wel we besmet zijn met coronaziekte. En dus ziek genoeg zijn om ook echt in het ziekenhuis te moeten zijn. En dan zijn er nog 12 corona-verdachten in het ziekenhuis. Dus dat zijn mensen die zijn binnengekomen, die hebben klachten die kunnen lijken op die van het coronavirus. Dus die mensen die uh, worden ook behandeld alsof ze corona hebben, hè, ja. om het zorgpersoneel te beschermen voor als het blijkt dat die mensen toch corona hebben. Haven. Ja. Um, Daarvoor zijn er ook nog eens dus 12 opgenomen. En die mensen worden met dezelfde intensiteit uh, verzorgd. Dus dat drukt ook op de, uh, ja, op de reguliere zorg, op de zorg die we in het ziekenhuis kunnen leven. Ja. Je zegt dezelfde intensiteit. Maar er zit toch nog wel degelijk een verschil in tussen, laten we zeggen, de normale patiënten die opgenomen worden en die hier verzorgd worden, en de COVID-patiënten. Ja. Want uh, ik, ik maak dan rekensommetjes en dan denk ik van nou, zoveel bedden zijn er. En dus. Er is nog ruimte genoeg, maar het is toch iets anders. Thuis. Ja, ja, ja dat, dat blijkt inderdaad. Dat hebben we ook geleerd uit de uh, eerste golf. Wat blijkt is dat waar je eerder hè, bijvoorbeeld in de hypothetische situatie voor één patiënt één verpleegkundige nodig hebt, blijkt het nu zo te zijn dat je voor één coronapatiënt tenminste twee of misschien zelfs drie verpleegkundigen nodig hebt. Hoe kan, is, hoe kan dat? Ja, dat is toch de zorgintensiteit uh, die gevraagd wordt rondom die patiënt. Die patiënten zijn erg ziek. Ze kunnen snel achteruit gaan, dus je moet er goed bovenop zitten, zeg maar, of het goed blijft gaan met die patiënt. Maar ook de beschermende maatregelen, waar we het net over hadden, die moeten ook aangemeten worden. Dus mensen moeten echt in een pak waar geen virusdeeltjes uh, doorheen kunnen, die patiënten verplegen. En dat beperkt ook de bewegingsruimte die de verpleegkundigen hebben. Dus dat maakt dat de, dat de zorg intensiever is. En dan krijg je dus dat waar je eerder 30 uh, bedden had voor 30 patiënten, ja. je nu voor 30 coronapatiënten ongeveer 60 bedden gesloten moet houden. Want je moet die capaciteit reserveren voor die uh, zieke mensen. Ja. En dat is, ja, dat is uh, iets waar we rekening mee moeten houden als je coronapatiënten gaat hebt. Ja, opvangen. want dat denken vaak mensen: hè? je hebt de bedden. Jongens, kom op nou, maar bij een bed hoort ook personeel. Ja. En als je het personeel niet hebt, dan heb je aan het bed ook niks. Nee je kan iemand wel in een bed leggen, dus die ligt in een bed. Top. Ja. Maar je hebt geen mensen die de verzorging doen of wat dan ook, verpleging. Dan ja. heb je er dus ook helemaal niks aan. Dat maar dat is ook een beetje waar jij mee bezig bent. Om het constant een beetje zo te regelen. Wat doen we wel en wat doen we niet. Ja, nou daar hebben we een, een groep voor in huis. Dat is de groep van het capaciteitsmanagement. Ja. En die berekenen continu. Oké, okay, hoeveel bedden moeten we openstellen? Wat hebben we daar dan voor personeel nodig? En. Wij als tactisch managers krijgen de opdracht om dat dan te regelen op je eigen afdeling, ja. daaruit te halen en te leveren aan die afdelingen. Maar daar zijn mensen echt de hele dag, en, en nou, ik wil niet zeggen 24 uur per dag, maar ja. wel heel veel tijd mee kwijt om dat continu opnieuw te berekenen. Oké, okay, wat hebben we nodig? Hoe gaat het? De vorige keer zag je bijvoorbeeld dat heel veel mensen op de IC lagen. Nu zie je dat er iets minder mensen op de IC tot nu toe liggen, maar ja. wel veel mensen in de kliniek. Dus het, het, het is nu, nu heb je heel veel mensen nodig die kunnen werken in de kliniek. Ja. Um, nou ja, daar moet je weer berekeningen op maken per bed. En dat, dat is echt iedere dag, nou ja, soms twee tot drie keer per dag krijgen we bijstellingen met wat we moeten leveren aan verpleegkundigen, ja. aan die afdelingen. Ja. Want ja, nou, dat, ja, Thijs? ik wil ze aanvullen, dat maakt het, het plannen van reguliere zorg ook zo ongelooflijk ja. moeilijk, hè? die wisseling. Uh, omdat, je moet je voorstellen, voor een chirurgisch vak, um, je hebt hoeveel patiënten je kan opereren, voor bijvoorbeeld kanker of andere aandoeningen, is ook afhankelijk van hoeveel patiënten je uiteindelijk kan opvangen uh, in het ziekenhuis. Ja. Want je hebt na uh, dat je een patiënt geopereerd hebt natuurlijk wel een bed nodig, ja. waar ook een verpleegkundige bij moet. He, je kan die patiënt moeilijk uh, bij het thuis op de bank leggen als hmm. je uh, aan de slag bent gegaan. Dus he, um, wat wij aan reguliere zorg kunnen leveren, wat wij kunnen doen, uh, is afhankelijk van uh, de dagelijkse uh, inschatting van hoeveel uh, patiënten er zijn en wat uh, onze capaciteit daaraan ja, te bieden heeft. En er moeten beslissingen genomen worden. Ja. Er moeten op een gegeven moment keuzes gemaakt worden. Ja. Hè? En zeker als de druk toeneemt, dan moeten daar sommige mensen, die laten we zeggen in de reguliere zorg vallen, ja. en die moeten toch even gebeld worden. Van, ja, het wordt uh, donderdag niet, het wordt pas over twee weken. Ja. Ah. En, en dat mag hopen dat jullie dat niet hoeven te doen. Maar jij noemde net in het voorgesprek, noemde je een mooi voorbeeld van een, uh, van een kind wat een hoorapparaat zou krijgen. Ja. Nou ja, er moeten steeds beslissingen genomen worden. En wat, wie maakt welke beslissing? En ja, hoe belangrijk is die? Hè? Van, ja. uh, wat voor de een peanuts lijkt, is voor de ander uh, van, van le nou niet van levensbelang, maar wel van heel groot belang. En als voorbeeld gaf ik... Een klein kindje wat een extern hoorapparaat zal krijgen. Ja, als die vandaag dat hoorapparaat niet krijgt. gaat dat kindje niet dood. Maar het is voor dat kind wel heel belangrijk om dat hoorapparaat te ja, krijgen. Het zou voor het eerst zijn dat ze echt zou horen. Zou gaan horen, ja. Dus daar hebben die ouders naar uitgekeken. Daar heeft dat kind naar uitgekeken. En het is belangrijk voor de ontwikkeling. Mm -hmm. Maar als je echt zegt. ja, is het, is het hele noodzakelijke zorg. Ja, op de letter niet. Maar nee, het is niet levensbedreigend. Je komt dan heel snel in hele ethische discussies ja, die echt heel moeilijk zijn. Ja. Hm. Maar waar wel de dokters elke dag voorstaan nu ja. om daar beslissingen zeker, in te nemen. zeker als de druk weer toeneemt aan besmettingen, een aantal mensen ja. wat opgenomen moet worden, dan moeten er uiteindelijk die keuzes gemaakt ja. worden. Ja. Even terug naar het personeel, verpleegkundigen en andere ja. medewerkers. Um, hoe wordt daarvoor gezorgd? Want zij hebben de eerste golf achter de rug en we horen en zien natuurlijk dat het personeel, los van het feit dat ze misschien zelf ook corona krijgen, maar dat, ze, dat het, he, het was heftig. Ja. Het, was, het kwam in één keer, um, in alle heftigheid barst het los. Die zijn daar nu een beetje van aan het bijkomen, denk ik. En er, er, we zitten nu alweer bijna in de tweede golf. Wat wordt er gedaan om jullie medewerkers te ondersteunen? Nou ja, daar, is, daar hebben we dus ook van geleerd van de eerste golf. Hè. Daar werden mensen geconfronteerd met de patiënten. En dat was echt heftig. Uh, wat je net al schetste, die waren echt heel erg ziek. En ook een type zorg wat je niet gewend bent om te leveren. Uh, daar zit wel veel begeleiding op. Hè. Bij aanvang van de dienst. Hoe zit je erbij? Hoe gaat het met je? Tussendoor wordt nog gevraagd, gecheckt. Hoe is het met je? Na afloop, hoe was je dienst? Hoe heb je het ervaren? Maar toch is het. Uh... Om, daar, om te zeggen: Oh nee hoor, het gaat echt super met ze. Want ze moeten allemaal uit hun comfortzone. Ze moeten allemaal dingen doen waar ze niet geroutineerd in zijn. En dat kost ja. gewoon meer energie dan zorg die je al tien jaar verleent. Of waarvan je zegt: Ja, dat heb, daar heb ik al zo vaak voor gestaan. Ja. Dat vraagt echt ja. veel van de verpleegkundigen. Maar ook van de voedingsassistenten bijvoorbeeld op de afdeling die normaal. Voor uh, uh, interne patiëntenzorg, nu in één keer allemaal mensen met zuurstof ziet, in pak moet lopen, benauwde mensen ziet, huilende mensen ziet omdat de familie er niet bij mag. Het is voor eigenlijk alle medewerkers, want we hebben het nu over de verpleegkundigen en de dokters, maar ik denk ook dat het belangrijk is dat we niet vergeten dat er nog heel veel meer mensen ja, ja. zijn die ook ja. zorgen. Zorg, de... schoonmakers, logistiek. Ja, uh, ja, ja. Die, die staan hier ook allemaal in één keer. Uh, ervoor dat ze in pak moeten of op een afdeling komen waar in één keer een hele andere sfeer is. Uh... Ja, en er is ook geen keuze of je het kunt of niet, hoorde ik vanochtend iemand zeggen. Want het moet gewoon. Ja. Hmm. En... Nou ja, we kunnen niet zeggen dat doen we morgen. Nee. Nee. nee, maar het is ook niet zo van, goh, het moet. De zorg moet geleverd worden. Dat is een constant druk ja. op jullie en op jullie medewerkers. En dat maakt ook misschien dat. Uh, uh, ik weet niet of jij dat ook zei, maar wij zeggen. we ja, we zouden dolgraag willen weten dat, of, of duidelijk maken aan mensen die daar niet zo serieus mee omgaan, wat erbij komt kijken in een ziekenhuis eigenlijk. Ja. Realiseren zij zich wel wat er hier gebeurt en hoe wij bezig zijn? Ja. En, en ik kan me daar een beetje frustratie uh, op voorstellen. Heb jij dat ook, Thijs? Ja. Nou, dat voel ik wel inderdaad. Ja. Ja, ja ik, die frustratie die deed ik ook wel. Kijk, we hebben het er net ook al een beetje over gehad. Corona heeft een, een behoorlijke impact eh, op het ziekenhuis. Het drukt enorm op de zorg die we hebben. Maar we moeten echt niet uit het oog verliezen dat die reguliere zorg, dus de niet-corona zorg, ook enorm onder druk staat. En dat mag natuurlijk niet zo zijn dat aandoeningen waarvoor je eerder gewoon goed genezen kon worden, hè, wat gewoon iets wat gewoon een goede prognose heeft, ineens een mindere prognose heeft of een mindere kwaliteit van leven. Oplevert, omdat het ziekenhuis bezig is met coronazorg. Daar wordt keert voor gewerkt om dat te voorkomen, begrijp ik niet verkeerd. Maar hè, een bepaalde laksheid die zit in denken dat corona maar een griepje is en dat het niet een impact is en, en dat het dus iets is wat wel voorbij gaat, dat is echt de kort door de bocht. Je moet zien wat het doet voor ook de niet-coronazorg en dat is gewoon echt heftig. Dat zijn. Uh, maar goed, dat Daarin is dat verhaal van die, van die twee medewerkers misschien wel. Uh... Een goede eye-opener. Ja. Om te zeggen, gewoon, als er iemand binnenkomt, hè, en die is misschien verdacht, maar verdacht en bewezen, dat maakt qua personeel niks uit, daar zitten twee mensen op. Ja, Komt. bijvoorbeeld. Dus dat betekent dat er iemand anders, die voor de reguliere zorg had uh, kunnen ja. zorgen, die moet weggehaald worden ja. om daar te zijn. Ja, wat weer dus betekent, hè, minder bedden, wat weer betekent dat een operatie, die waar een bed voor gereserveerd was, dat die niet door kan gaan. Ja. En dat, ja, dat, dat zie je meteen. De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Ja. En op dit moment is het, 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 de beschikbare bedden. om zieke mensen op te vangen, is echt een probleem. Ja. Maar op, op dit moment is het allemaal in controle, heb ik begrepen. Jawel. De stand van zaken nu is. ondanks het grote aantal besmettingen. Ja. kunnen jullie het aan, maar de druk loopt op. Zeker, maar je moet niet vergeten dat er ook op dit moment al reguliere zorg. Um, minder gedaan wordt ja. door dit probleem. Worden mensen al afgebeld? Ja. Precies. Dus de niet levensbedreigende aandoeningen waar we het net over hadden, zoals een kindje dat met een hoortoestel dat daardoor hè, misschien zijn spraaktaalontwikkeling eigenlijk eens een keer uh, op kan gaan bouwen. Dat wordt toch nog een keer uitgesteld. Ja. En het vervelende is, we weten ook niet hoe lang dat dan wordt uitgesteld. Want je kan wel zeggen over drie maanden is het beter, maar dat weten we helemaal niet. Dus nee. misschien is dat kindje pas over een half jaar aan de beurt. Dat is weer een half jaar geen ja. ontwikkeling. Ja, dat, dat is het ja. probleem. Ja. En dat, die, die zaken, dat, dat zien we al. Dat maakt het zo frustrerend. Je wil eigenlijk voor alle mensen de beste zorg bieden. Ja. Terwijl er andere mensen zijn die het, uh, uh, zal maar zeggen, niet mogelijk maken. Ja. ja. Wat, we, wat je wel ziet is dat we van de vorige keer veel geleerd hebben. En in die tussentijd is er hard gewerkt door heel veel mensen om. Uh, zorgpaden te ontwikkelen voor deze patiëntencategorieën. Door uh, planningen te bedenken, van hoe pakken we dat dan aan? Hè, wanneer komen we in welke fase? En met hoeveel bedden en hoeveel personeel. En omdat daar in die tussentijd al over nagedacht is, kunnen we het nu gecontroleerder aanpakken? Ja. De vorige keer stond iedereen ja. eigenlijk voor een voldrongen feit en dacht, nou, we moeten maar aan de slag. En we zien het. het, het is nu wel gecontroleerd, maar de druk neemt wel toe. En eh, wat gezegd werd, steeds 80% van de normale zorg moet doorgaan. Ja, dat staat nu wel heel erg onder druk door de grote aantallen die op ons afkomen. Of we die 80% vast kunnen ja. houden, of dat we dat toch los moeten laten en dat we verder afschalen. En ja, ja. ondanks alle voorbereidingen en ondanks dat we denken, en dat is landelijk ook gebeurd, hè, daar heeft het hele land over meegedacht. Uh, ja, is het nu toch veel heftiger nog weer als de vorige keer? Ja. Ja, misschien is dat goed om te zeggen, want ik, ik heb het idee dat heel veel mensen thuis denken: van, nou, weet je wel, we zien en we horen dat het in de ziekenhuizen beter onder controle is. Je hebt natuurlijk, wat je zegt, geleerd van die eerste golf. En beter onder controle lijkt dat het niet zo'n niet zo vaart loopt. <laughs> weet je wel, waar we in eerste instantie allemaal schrokken van de beelden, van de mensen in buikligging en aan zuurstof en familie die er wel of niet bij kon zijn. Uh, hebben jullie het nu. Beter onder controle, de druk neemt toe, maar het is denk ik wel goed om, om iedere keer te benadrukken. Oh, jongens, we moeten attent blijven. Het feit dat we ja. het beter onder controle hebben, wil niet zeggen nee. ja. dat we ook echt de zorg kunnen leveren die we eigenlijk willen. Ja, het, het klopt helemaal. Ik ja. heb hier een vraag van Lotte binnengekregen. Hoe vaak overleggen jullie in het ziekenhuis over dit soort dingen? Hoe bepalen jullie of er een bed al dan niet bij moet? Een bij moet voor een. Nou ja, een bij moet. He. Een... Je hebt, je hebt natuurlijk, want ik heb net ook uh, het opschalen en het afschalen. Dat betekent ja. eigenlijk, jongens, dat moet erbij. En dus ook personeel moet erbij. Ja. Of het kan er vanaf. Ja. Dat wordt... zijn, iedere da zijn dat iedere dag overleggen? Ja, zeker weten. Er is sowieso een hele organisatie, misschien kun je dat ook goed vertellen... die zich bezighoudt met hoeveel bedden er beschikbaar zijn voor welke patiënten. Uh, met corona-afdelingen is het zo dat je dat in cohorten moet doen... omdat je die afdeling veilig moet stellen voor de verspreiding van infecties. Dus dat is nog iets wat best wat bewerkelijk is. Maar er is een dagelijks overleg. Maar ook bijvoorbeeld wekelijks wordt er een prognose gemaakt... van nou, we verwachten dat deze operaties door kunnen gaan... Dus kies welke patiënten je daarop wil plannen. Um, dat doen we dan heel zorgvuldig. Maar dan kan het nog steeds zijn dat als er een tegenvaller is geweest de dag ervoor, bijvoorbeeld, dat er dan toch een OK-programma OK een dag van tevoren afgezegd wordt. Ja. Het is echt maatwerk. We gebruiken echt iedere centimeter die er is. Ja. Um, nog even het traject. Want, want, want ik zei het even heel snel: uh, verdacht bewezen IC. Ik heb symptomen en ik word doorgestuurd naar het ziekenhuis? Wat is dan de routing die ik als patiënt doormaak? Uh, patiënten komen op de uh, spoedeisende hulp, veelal. Uh, daar worden ze uh, opgevangen. Dan zijn ze al waarschijnlijk door de huisarts of elders... gevlacht als mogelijk uh, verdacht. Dus die yes. mensen worden... Zijn in... die mensen per definitie altijd al erg ziek? Of, of hoeft dat niet eens? Dat hoeft niet. Nee, het ligt er ook aan met welke klacht uh, patiënten aangemeld worden op de spoedeisende hulp, maar als ze op een manier voldoen aan het hebben van mogelijk corona, dan worden daar maatregelen getroffen. Dus patiënten worden dan um, ja, verzorgd door personeel dat zich gekleed heeft om zich te beschermen tegen mm -hmm. die virusdeeltjes waar ik het dan over had. Ja. Patiënten worden opgenomen, in kaart gebracht, het hele diagnostisch proces zoals we dat normaal ook zouden doen, vindt gewoon voor die patiënt ook plaats. Want niet alleen patiënten komen met de verdenking van: hé, hey, deze heeft mogelijk corona. Het kan ook zijn dat iemand komt met een gebroken been, maar hij heeft ook koorts en hij hoest en hij niest een beetje. Dat okay. kan natuurlijk ook corona ja. zijn. Dus die patiënt wordt dan ook als corona-verdacht uh, opgevangen. En krijgt dan de zorg die voor dat been nodig is, maar tegelijkertijd. Wordt er dan nagedacht over, zou het ook corona kunnen zijn? En daar worden dan ook testen voor gedaan. En zo'n patiënt kan Eigenlijk uiteindelijk... Eigenlijk vanaf het begin heb je ook twee mensen die daarmee bezig zijn... in plaats van nou, maar één. Ja, op, ja, maar met dat gewoken been nog meer natuurlijk, maar... Eh. Doordat je rekening moet houden met hoe je die mensen moet verzorgen... omdat je jezelf ook moet beschermen, kost dat mankracht. Ja. En dat je het zo moet uitleggen. Ja, oké. Het zijn niet per definitie meteen nee, twee mannen, nee. maar één. Nee, ja. Maar op een ja. lange termijn heb je dat twee mensen. Het kost veel meer tijd, hè? het aankleden, het uitkleden... Het in een pak zijn. Uh, je kan niet met dat pak zomaar over de afdeling gaan lopen, ja. want je moet je, je bent als het ware besmet. Dus wil jij daar iets gaan pakken, dan dan moet je nadenken: mag ik daar komen oh, of ja. niet? En dan moet ik iemand roepen die voor mij daar iets gaat halen. Okay. Overal moet over nagedacht worden. Ja. ja. Maar even nog jou, met jou terug met jouw patiënt. Ja. Uh, oh, ja. die, die is verdacht. Ja. En op een gegeven moment wordt duidelijk: ja, het is het is er eentje. Hij, hij heeft corona. Corona. Ja. ja. Dan gaat naar een andere afdeling. Dan, blij... Ja, dan gaat de patiënt naar de, de corona-afdeling, waar de patiënten geconcentreerd liggen, om ook het ziekenhuis te beschermen hè, tegen uh, verspreiding van, uh, van corona intern. Ja. Daar komen die mensen dan te liggen en worden ze verpleegd al naar gelang uh, wat ze nodig hebben. Dus de zorgintensiteit wordt daaraan aangepast en eventueel, als het nodig is, wordt er met patiënten besproken of ze naar de... IC zouden willen of kunnen. En IC in dit geval is altijd zuurstof, geloof ik. Hè? Ja, dat zuurstof, is het belangrijkste wat ze op de IC erbij krijgen. Ja. En, en, IC, en IC wil niet meteen zeggen dat ze in coma gebracht worden, of wel? Nou, dat hoeft niet per se. Nee. En, kijk, corona heeft een uitwerking op het lijf, wat ook eerder besproken is bij een eerdere talkshow, wat um, vrij uitgebreid kan zijn. En het stabiel en in leven houden van die patiënten, dat, dat vergt een bepaalde zorgintensiteit. Mm -hmm. En als die boven een bepaald niveau komt, dan moet dat gedaan worden op de IC. Dat betekent niet altijd alleen maar de beademingscapaciteit, maar dat kan ook door andere indirecte gevolgen uh, noodzakelijk zijn. Okay. Ja, maar omdat de patiënt dan wel corona heeft, komt hij dan wel ja, op, op het corona uh, Er ja. uh, is weer een vraag binnengekomen. Zijn er verpleegkundigen besmet geweest? Indien ja, moeten ze dan ook beschermende kleding aan? We hebben inderdaad personeel wat uh, uh, corona heeft, dus besmet is. Uh, ook zijn er personeelsleden besmet door patiënten, ja. maar ook net als ieder ander besmet vanuit de huiselijke kring. Uh, en dan moeten ze hetzelfde uh, doorlopen als ieder ander die besmet is. Dus die gaan in quarantaine. Ja. Een besmette. Uh, verpleegkundige of, of medewerker mag niet werken. Nee. Want dan is die een veel te groot risico. Ja. We hebben dus ook hier al een... heb je die nog zo hard nodig, die gaat naar huis, die blijft daar. Als je positief bent, ja. Dan, ja, dan, dan moet je, uh, ik dacht, tien dagen tien in dagen. quarantaine mits je dan ook klachtenvrij bent. Ja. Ja. En dan mag je weer komen werken. Maar we hebben ook een eigen teststraat hier uh, in het ziekenhuis, waar de, waar de personeelsleden dus elke dag getest kunnen worden, zodat ze niet dat we die wachttijd op, op uh, een test en de uitslag kunnen verkorten. Zodat ze zo snel mogelijk weten of ze positief of negatief zijn, daarna kunnen handelen. Ja. en ze dus ook heel snel weer inzetbaar zijn in het proces. Ja, en in die wachttijd dus ook niet werken hè, tussen test en uitslag. Zonder klachten. Ja. Ja. Niet werken, nee. Maar tot op heden is het voorgekomen, maar niet in zo'n grote mate. Want jullie kunnen, hè, want we zien natuurlijk dat. Um, dat is ook een logistiek iets of een logistiek iets dat op een gegeven moment als de IC vol is, dat je mensen moet gaan verplaatsen. Maar dat is pas echt als je opgeschaald hebt en alle IC-bedden gebruikt hebt. Hè, ja. Dan dat je mensen of, of, of inderdaad, of daar de mensen niet meer voor hebt. Ja. Want ook, ook wat betreft de bedden zal het gelden van, goh, je kan een IC-bed hebben, maar als je geen mensen erbij hebt. Ja, dat, maar hè, we hadden het in de voorbespreking daar ook al kort over. Dus er liggen natuurlijk ook gewoon al mensen op de IC die dat bed nodig hebben. En die kunnen niet, omdat er nu corona is, zeggen van, nou, nah, dat is niet meer nodig. <laughs> dat, dat, die kan wel naar huis, weet je. Zo, dat werkt natuurlijk niet. Nee. Ja. Even gekscherend. Dus hè, um, het kan ook vol zijn, omdat er andere uh, patiënten zijn die dus die andere zorg ook nodig hebben. Wat ik eerder ook al gezegd heb. Ja. Het mogen duidelijk zijn, de, de, de zorg staat er toch weer onder druk, tweede golf. Um, we hebben geen kijkersvragen meer. Um, nou ja, één laatste vraag. Van, goh, het voorjaar uh, was heftig. Wat, wat is nu echt het belangrijkste wat we daarvan geleerd hebben? We hebben het er al een beetje over gehad, maar toch even de belangrijkste punten waarvan we zeggen, nou ja, oké, okay, dat is goed om nu te weten. Dat gaan we nu anders of beter doen. Nou, het. Het is een reëel probleem, dus ook voor de niet-corona-gerelateerde zorg. Ik blijf het maar herhalen. Uh, dus we moeten, dat, we moeten het serieus nemen om de andere mensen ook goed te beschermen. Wat we hebben geleerd is in ieder geval... Hè, de zorg die we doen wordt in ieder geval stevig onder de loep genomen. Ook de reguliere zorg. En daarbij wordt misschien ook wel gekeken naar wat is nou zinnig... en misschien toch iets minder zinnig wat kan blijven liggen. En ik denk dat dat aan zich... Het is jammer dat het gedreven wordt door een verschrikkelijke aandoening... wat corona is, maar mm -hmm. dat aan zich... Is misschien een debat wat, wat wel goed is dat dat nu ook nog eens gevoerd wordt. Plus, we leren van de vorige golven. We weten wat er uh, voor uh, uh, maatregelen nodig zijn om de, om de volgende keer het efficiënter op te pakken. Eigenlijk wat ja. je net ook al zei. En dat is denk ik wel iets wat we nu al laten zien. Ja, ja. en merk je ook wel dat het personeel er handiger mee wordt? En ook uh, ondanks alle beperkingen en dingen. Want ik hoorde jou nog vertellen van goh, zelfs het aan- en uitkleden. Mm -hmm. Wat normaal een dingetje voor niks is. Mondkapje af, op. Dat, allemaal, dat, dat luistert heel nauw. Ja. ja. Ze raken er meer vertrouwd mee. Ook omdat we ze nu beter voorbereid hebben. Door die e-learnings ja. wat ik al zei. Omdat ze er nu ook meer staan. De vorige keer, ik probeerde het pas aan iemand uit te leggen. Ik zei, het is meer... Je moet het een beetje zien als de vorige keer hadden we een zwembad. En je, kon, je kan niet zwemmen, en je werd er gewoon ingegooid. en dan riep iemand aan de zijlijn zwemmen. En ja. nu sta je naast het zwembad en je hebt je zwembandjes om en je mag erin springen en je blijft in ieder geval boven. Ja. Dus je weet al wat. wat en je weet dat je wanneer je erin moet gaan springen en wanneer je aan de kant kunt blijven. Precies. Dus ik denk van de mensen zijn beter voorbereid, toch blijft het spannend, toch, toch ja. moeten ze uit hun comfortzone. Um, en het is gewoon ook zware zorg. Die patiënten ja. zijn echt heel erg ziek. Ja. En over die zware zorg, dat heeft enorm veel impact waarschijnlijk op, op de medewerkers. Merk je nu al dat mensen waar ze in eerste instantie nog een soort positieve adrenaline kregen van Goh, er wordt nu iets van ons gevraagd, we moeten aan de bak. Dat het nu iets waar ze misschien een beetje tegenop zien. En dat ze er ook anders in staan nu. De tweede golf, nou ja, aanstaande is, kan ik niet ja. zeggen, maar we zitten er eigenlijk al in. Uh, de afgelopen maanden wel. Mensen gaven ook aan, ik ben moe, ik ben nog niet bijgekomen. Ik heb wel vakantie gehad, maar ik voel me nog moe. Maar je ziet ook wel dat uh, de veerkracht enorm is van mensen. En, en ja, ze staan gewoon voor het feit en eigenlijk pakken ze het weer op en, en gaan ze het doen. Ja? Want ik heb niet het idee dat, 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 dat het er niet meer in zit of dat ze omvallen of dat ze met een ja, burn-out thuis zitten. Ik denk dat er echt mensen zijn die. Die het heel zwaar hebben, maar, maar het gros pakt het toch weer op en gaat het doen. Want uh, ja, de patiënten zijn er. Ja, het moet. Ja, het is niet eens een, een vraag of je het wel kan, want het moet gewoon. Het moet, ja. Het moet. Zijn we nog dingen vergeten? Of dingen tijdens waarvan je zegt van, nou, het is misschien toch goed om even te memoreren? Nou, ik denk dat we belangrijke zaken uh, genoemd hebben. Ja, uh, hebben besproken. Ja. Hoe kijk je naar de toekomst, naar de komende maanden? Met een beetje vrees of met vol vertrouwen? Nou, we zijn strijdvaardig en dat is goed. Ja. En uh, we gaan er in ieder geval voor zorgen dat we alle patiënten dus goed mogelijke zorg bieden. En uh, dat wordt pittig, maar uh, spannend. En dat is ook wel. Nou goed, we zijn er klaar voor, laat ik het zo zeggen. Je bent er klaar Nou, dat, 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 dat ik heb voor horen. Nanda? Ja. ja, ik denk dat uh, wat Thijs de patiënten benoemd heeft, dat dat goed is. En ik denk, uh, van mij uit, ik denk dat het belangrijk is dat we met z'n allen het personeel blijven zien. En, uh, en dat wat ze doen en dat wat ze aan moeten gaan, dat we daar oog voor hebben en dat we dat ook uh, ja, dat, dat we dat uh, ook met ze bespreken. Want het is, het is echt, uh, ja. echt heel erg pittig voor de dokters, voor de ja. Ja. voor iedereen in het ziekenhuis. Dat wordt ook onderkend door de mensen die uh, brieven, of die brieven, die, die vragen sturen en die berichten sturen. Want er staat vanaf de kijkers veel, heel veel dankjes. Voor het harde werk dat jullie en jullie medewerkers doen. Dus bij deze geef ik dat door. Stel ik ook meteen dat uh, vanaf morgen de uitzendingen van uh, deze talkshows, dit was nummer twee, straks om half vier hebben we er nog eentje, uh, die kunnen teruggekeken worden via YouTube. Nanda en Thijs, hartelijk dank voor de komst. Uh, keep dank. up the good work, zeg ik dan maar. <laughs> dus, dank je wel. Houd moed, het gaat een keer over. <laughs> Toch? Zeker. Ja, zeker. moet, zeker. Dank jullie wel. Ja. Dank voor het kijken. Dit was de tweede online talkshow. Om half vier zijn we er weer en dan gaan we het hebben over de toekomst van de zorg. Uh, hebben we straks eigenlijk nog wel doktoren nodig? We gaan het zien.